In deze video ziet u hoe een lengtescheur van een meniscus kan worden behandeld. Het betreft hier de omcirkelde scheur, ook wel een verticale scheur genoemd. Het buitenste gedeelte van de meniscus is doorbloed en daar kan dus ook een meniscusletsel genezen. Het binnenste gedeelte, de wit-witte zone, is niet doorbloed. Genezing kan daar niet optreden. Hier zie je een plaatje van een meniscus zoals hij in de knie ligt. Het blauwe kader, als je dat gaat uitvergroten en de bloedvaten gaat opspuiten, dan zie je het volgende beeld. Namelijk dat alleen vaten aan de rand, de buitenrand van de meniscus, zitten. Als eerste zie je nu een verticale scheur in de wit-witte zone. Die kan dus niet genezen. En dan is het belangrijk om te weten dat de afstand tussen kapsel en de scheur groter is dan 4 mm. De zone van binnen 4 mm, dat is de goed gevasculariseerde zone. In dit geval kan het dus niet genezen en moeten we dat stukje weghalen. Zoals je hier ziet gebeuren met een happertje. Eerst wordt het aan de ene kant losgeknipt. En dan vervolgens, als dit goed los is, wordt het schaartje naar de andere kant gebracht en wordt daar ook het een en ander losgeknipt. En als hij dan los ligt, wat zo dadelijk zal gebeuren, dan komt er een paktangetje om het losse gedeelte te verwijderen. Nu gaat het knippertje eruit. Boven in beeld zit een kleine kraakbeenbeschadiging, die zal ik straks nog goed in beeld brengen. Dit is het happertje, de paktang. En daarmee wordt het fragment verwijderd. Dan zit er nog een klein verlapje en dat wordt met het happertje ook nog verwijderd, zodat er een mooie gladde rand ontstaat. Uiteraard worden dan de restjes via de spoelvloeistof en de kijkbuis verwijderd. En hier zie je nog de kleine kraakbeenbeschadiging. Rechts zit de kruisband. In dit fragment laat ik een scheur in het rood-rode gedeelte zien en de rand van het kapsel tot de scheur is hier aan de zijkant van de meniscus, waar de meniscus ook smaller is, 4 mm. Een en ander is schoongemaakt, zodat het ook weer beter doorbloed is. Dan wordt er een buisje ingebracht voor de zogenaamde inside-out hechting, van binnen naar buiten. Door dit buisje wordt een naald ingebracht en aan die naald zit een draad en aan de andere uiteinde van de draad zit weer een naald. De naald is nu doorgebracht en via een klein sneetje aan de buitenkant van de knie in de huid is hij naar buiten getrokken. De tweede naald wordt nu ook ingebracht en je probeert een zo verticaal mogelijke hechting te leggen. Ook deze naald wordt eruit getrokken via het sneetje aan de buitenkant. En daarna wordt de hechtdraad aan beide uiteinden strak getrokken, zoals hier ziet gebeuren. En daarna aan de buitenkant geknoopt, waarna de huid ook weer wordt geknoopt. Een tweede hechting zal nog worden geplaatst om een goed stabiel letsel te krijgen. Verdere genezing van de meniscus mag nu verwacht worden.